Goedemiddag, bienvenue tout le monde dans ce webinaire de la Banque Nationale. Goedemiddag, welkom bij het webinar van de Nationale Bank. We gaan met u het volgende uur ongeveer de voorjaarsramingen van de bank delen. On va partager avec vous les projections de printemps de la banque. Les présentations seront faites par le vice-gouverneur, monsieur Steven van Akkeren. Et notre économiste, notre département des études, M. Geert Langelus. De présentaties zullen gebeuren door de vice-gouverneur, de heer Steven van Akkeren, en ook door een economist van onze studiedienst, dat is Geert Langelus, die een deel van de presentatie voor zijn rekening zal nemen. De projecties zijn zeer interessant dit jaar uiteraard, gezien de onzekere economische tijden. We hebben net een persconferentie achter de rug. U zal dus zien, het thema dat we vandaag met u bespreken gaat in de actualiteit staan de rest van de dag. En we zijn dan ook heel blij dat we nu al dit webinar kunnen organiseren om u al in primeur de voorjaarsramingen van de Nationale Bank voor te stellen. Ik geef graag het woord aan vice-gouverneur Steven van Akkeren. Goedemiddag en op mijn beurt welkom op deze presentatie van de voorjaarsprognoses. U weet dat we eigenlijk in principe samen met de collega's van het Eurosysteem normaal gesproken twee keer per jaar voor de dag komen met macro-economische projecties. We hebben daar eigenlijk een beetje een uitzondering op gemaakt vorige keer, omdat we onze ramingen in maart nog eens voorzien hebben van een update. We hebben dat denk ik terecht gedaan, want op het ogenblik dat, laten we zeggen, toch geopolitieke spanningen en het conflict in Oekraïne aanleiding gaven tot een zwenking in een aantal economische indicatoren, was het goed om op dat ogenblik een nieuwe raming te formuleren. En blijkt wel dat wat we toen in maart hebben gezegd, grotendeels richtinggevend blijft. Ook al moeten wij, net zoals zoveel anderen, erkennen dat in het bijzonder rond inflatie er toch nog wel wat nieuws is te rapen geweest die vaak genoeg een verrassing aan de bovenkant heeft gegeven. Dus tout cela explique pourquoi il a été utile de faire encore un update au mois de mars, mais ici vous vous trouvez devant l'exercice plus classique de juin. Et je veux, avant de démarrer, encore mettre en exergue un élément que vous devez vraiment garder en tête. Il faut savoir que cet exercice se fait en collaboration avec les autres banques centrales de l'eurosystème et bien sûr avec l'ECB en tant que telle, ce qui implique que toutes les hypothèses de nature internationale, financière, technique sont partagées. Et ils sont donc, en d'autres termes, et à juste titre, on peut le supposer, parce que sinon les prévisions allemandes ou françaises ou belges ne seraient pas tout à fait cohérentes. Mais donc, il faut quand même souligner que les hypothèses sous-jacentes, y compris peut-être de temps en temps des hypothèses que nous, au niveau de la Banque nationale de Belgique, pouvons considérer comme peut-être un peu trop optimistes ou un peu trop bénins, font partie de cette logique où nous devons nous inscrire, bien sûr, dans une approche plus collective au niveau européen. Je cite tout simplement comme deux exemples de cela comme un petit inconvénient. Ça veut dire que le cut-off date des données que nous avons utilisées coïncide avec tous les autres. Ça veut dire qu'il y a encore des nouvelles du mois de mai qui n'ont pas encore été intégrées dans cet exercice. Et autre exemple, nous, au niveau de l'ECB, on travaille traditionnellement avec les prix forward pour identifier les tendances au niveau des prix de l'énergie. Le passé récent nous a montré quand même que ces forwards, ces futures, ne sont pas toujours capables de bien cerner les évolutions. Et donc, il y a vraiment, et on le répétera probablement encore, Geert le soulignera certainement aussi, il y a un degré d'incertitude dans les projections que nous n'avons traditionnellement pas dans cette dimension. Als we naar de volgende slide gaan, dan krijg je eigenlijk al meteen de basisboodschap van deze presentatie te lezen. Het is duidelijk, door de oorlog in Oekraïne lopen eigenlijk de mondiale aanvoerketens die al een beetje terug op gang aan het komen waren, die lopen terug wat meer spaak. Dat heeft de druk op de inputkosten flink verhoogd. En daardoor is de inflatie gestegen naar niveaus die we al heel lang niet meer hebben gezien aan beide zijden van de oceaan.
Er is daar traditioneel en gebruikelijk de nuance dat er een verschil op te tekenen is tussen wat in de VS aan de hand is en wat in Europa. Er wordt meestal gezegd dat in de Verenigde Staten die inflatie wat sterker aangevuurd is door extra vraag, onder andere door de middelen die zowel Trump, maar zeker ook de administratie van Biden hebben geïnjecteerd in de Amerikaanse economie, wat een verhoogde, verhitte vraag voor gevolg heeft gehad. Terwijl men traditioneel zegt dat in Europa die inflatie wat sterker gestuurd wordt door de aanbodzijde, met andere woorden door het feit dat in het bijzonder de energieprijzen flink zijn toegenomen. Goed, dat onderscheid, men moet dat af en toe wel wat nuanceren, daar is wel wat convergentie, maar dus dat is toch in ieder geval het verhaal van de laatste paar maanden. Nu, ondanks die inflatie die heel veel mensen bezighoudt en waarop we uiteraard straks in de presentatie uitvoerig zullen ingaan, is er op dit ogenblik geen signaal, geen evidente tekenen dat we naar een nakende zware recessie zouden gaan of dat we moeten rekening houden met een stagflatie. Vice-gouverneur, jouw microfoon was eventjes weg. Misschien per ongeluk op mute geduwd. Ja. Vice-gouverneur, ja. Hier ben ik terug. Ik hoop dat ik niet een heel lang verhaal heb kwijtgespeeld tijdens de... Enkele seconden. Enkele seconden. Je kunt altijd enkele seconden van een vice-gouverneur gerust weglaten. Dan ga ik verder gaan met de volgende slide, als je het goed vindt. Wat zien we eigenlijk? Dat is het verhaal van die aanvoerketens. Dus je moet bedenken, wanneer het niveau bij de linkse grafiek naar beneden gaat, dan ben je geconfronteerd met oplopende wachttijden in de aanvoerketens. En je stelde eigenlijk vast dat pakweg vanaf het midden van 2021 die aanvoerketens terug zich begonnen te herstellen. Noteer trouwens apropos even op deze slide dat in het bijzonder het eurogebied, dus in het blauw, wat sterker klappen had gekregen op niveau van die aanvoerketens. De daling voor de rest van de wereld was ook wel merkbaar, maar je ziet dat in het bijzonder het eurogebied daar veel last van heeft gehad. Wanneer we dus in het midden van 2021 een verbetering zagen optreden, dan zie je ook vrij duidelijk, het is daar ook omcirkeld in de grafiek, zie je heel duidelijk dat die verbetering opnieuw onderbroken is geweest. Dus de normalisatie is onderbroken. Dat heeft natuurlijk met die oorlog te maken. Heeft ook te maken met de fameuze lockdowns. U heeft die beelden ook wel gezien. Lockdowns in China die nog altijd een soort zero-risk benadering blijft handhaven. En die bijvoorbeeld aanleiding heeft gegeven tot het helemaal sluiten van heelder stukken van steden zoals Shanghai en dergelijke. Dat heeft natuurlijk negatief gewogen op dat herstel van de aanvoerketens. En dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven op de prijzen. Dat zie je in de rechtergrafiek. Schaarste leidt nu eenmaal tot prijsdruk. Je ziet hier de inputprijzen ook via de PMI, dus eigenlijk ook een enquête gegeven, dus met andere woorden wat subjectiever, niet noodzakelijk geobjectiveerd, kwantitatief gegeven. Maar je ziet dat dus de aankoopmanagers wel degelijk gewag maken van een heel flinke verhoging van hun inputprijzen. En op dat vlak lijkt de situatie in het eurogebied ook weer erger te zijn dan in het geheel van de wereld. Dus het lichtblauwe lijntje is duidelijk sterker terug uit de startblokken geschoten de laatste 2 jaar dan datgene wat vastgesteld wordt in de rest van de wereld. En dus ja, misschien nog even stilstaan bij wat we hier ondervinden langs de kant van dan toch het eurogebied. Men maakt traditioneel een onderscheid tussen inflatie die veroorzaakt wordt door een vraagschok en inflatie die veroorzaakt wordt door een aanbodschok. In het geval van een vraagschok, en dan mag je inderdaad eerst en vooral bijvoorbeeld denken aan wat er gedeeltelijk in de Verenigde Staten gebeurt, is er een aanzwengeling van de prijzen door een oververhitte vraag. Terwijl voor een aanbodschok, ja, daar spreek je eigenlijk de facto van een verarming van de globale economie.
dans un choc de l'offre, il est clair qu'il y a un appauvrissement de l'économie suite à des prix, notamment énergétiques ou d'autres facteurs d'input qui montent. Et cela implique cet appauvrissement, et appauvrissement implique bien sûr que pour résoudre le problème de la pression sur les prix, il faut au moins d'abord aussi se mettre d'accord sur la question de savoir qui va payer la facture, que ce soit les entreprises, les familles ou le secteur public ou une combinaison de ces trois éléments. Je souhaite aussi encore en vitesse vous dire que par rapport à cette augmentation des prix, il y a des scénarios soit du soft landing, soit hard landing. Quand on parle d'un scénario soft landing qui est essentiellement le scénario qui vous sera présenté aujourd'hui, parce que les modèles de l'ECB continuent à raisonner dans une logique de soft landing, il n'y a pas nécessairement une récession qui met fin à ce montée de prix. Les prix se rétablissent plus ou moins automatiquement une fois qu'un certain nombre d'effets de base ont réalisé leur force. Mais dans une variante de hard landing, il est clair qu'on parle d'une inflation plus accentuée qui ne peut se retrouver sous contrôle seulement moyennant une économie qui, à un moment donné, commence à vraiment décélérer, voire même se retrouver dans une récession. Ik wil dat gewoon even bevestigen voordat we verder gaan met de rest van het verhaal. We zitten hier met het presenteren van deze voorjaarsprognoses in een scenario dat essentieel vertrekt vanuit hypothesen die eigenlijk een zachte landing min of meer in de modellen als waarschijnlijk aanrekenen. Goed, voldoende inleidende toelichting. We gaan naar de volgende slide en we gaan nu wat sneller kunnen gaan. Om u uit te leggen, die inflatie die we op dit ogenblik vaststellen, we hebben heel lang gezegd, het is essentieel in de eurozone een inflatie, u ziet daar het toch wel astronomische cijfer van 8,1% inflatie voor het eurogebied. We hebben lange tijd gezegd dat dat essentieel een verhaal was aangevuurd door de energieprijzen. En u ziet ook trouwens dat dat in het begin van de cyclus, de stijgende cyclus, wel degelijk het geval is. Als je kijkt naar de onderverdeling binnen die inflatie, dan ziet u eigenlijk dat ook vandaag nog altijd de 3,9% die de bijdrage is van de energieinflatie aan het totaal van 8,1, dat toch nog altijd een zeer grote aanstuur is. Maar u ziet toch ook wel voor de eerste keer dat de som van datgene wat voortvloeit uit de voedingsmiddelen, de 1,6% in het geel, en datgene wat wij beschouwen als de onderliggende inflatie, de 2,6%, dat de som van die twee groter is geworden dan de energieinflatie. Hetgeen zou kunnen wijzen op de vaststelling dat de prijzen die in een eerste fase door de energie zijn naar boven gestuurd, dat die zo zachtjes aan ook hun weg vinden in de rest van de economie. Het is niet in het minst de onderliggende inflatie die door ons wordt in de gaten gehouden als een niveau wat minder, dat dus eigenlijk structureler is en minder conjunctuurgevoelig. Meestal gaan we ervan uit dat prijsstijgingen op het niveau van de energie en op het niveau van de voedingsmiddelen, dat die uiteindelijk ooit uit de duurzame inflatiecijfers verdwijnen. Ik wil hiermee helemaal niet beweerd hebben dat we niet nog altijd eerst en vooral geconfronteerd worden met een problematiek van energieinflatie, want de bijdrage van energie aan de inflatie vergeleken met datgene wat het normaal zou moeten doen, is vandaag 17 keer zo hoog als normaal. U ziet trouwens in de grafiek, als u even teruggaat naar pakweg het jaar 2020, dat er uiteraard ook momenten zijn waarop de energieinflatie een negatieve impact heeft, een milderende impact heeft op de totale inflatie. Dat is vandaag helemaal niet het geval. We hebben daar dus met andere woorden ook op het niveau van de eurozone
een antwoord op te verzinnen. En u heeft ongetwijfeld in de pers vernomen dat vorige donderdag in de Governing Council van de ECB toch eigenlijk een duidelijke stap naar normalisatie is gezet. Door het beëindigen van de politiek van netto aankopen van overheidspapier en papier van obligaties. Tegelijkertijd is er eigenlijk al min of meer het pad geëffend voor een verhoging, een eerste verhoging van de rente in juli, met eigenlijk in alle duidelijkheid ook het voornemen om in september bij de daaropvolgende monetaire vergadering ongetwijfeld opnieuw de rente wat bij te stellen. Zodanig dat het niet abnormaal is om te verwachten dat we tegen pakweg september niet langer in negatieve nominale rentes zouden zitten. Goed, laat ons naar een volgende slide gaan. Je veux surtout insister sur le fait que tous ces chiffres continuent à être qualifiés, caractérisés par une assez grande incertitude. Mais pour pouvoir faire les modèles, il est important de ne pas toujours seulement regarder les évolutions sur une année, sur 12 mois, mais de temps en temps aussi regarder ce qui se passe de mois en mois. Cela permet de cerner encore un peu plus aisément un certain nombre d'évolutions. Et dans cette approche plus mois sur mois, nous constatons qu'il y a quand même une certaine tendance à la baisse. Ceci dit, vous le voyez sur l'écran, il y a en tout état de cause dans cette façon de mesurer l'inflation beaucoup de volatilité, même si aujourd'hui on constate ces derniers mois une certaine régression ou une certaine décélération. La volatilité, donc l'aspect volatile de ce que nous observons, continue à être essentiellement déterminé par l'inflation de l'énergie. Ceci dit, toutes ces explications ne peuvent pas cacher que l'inflation est toujours à un niveau qui est au niveau mois sur mois assez élevé. Et il est clair qu'il suffit de tout simplement multiplier par 12 les chiffres que vous trouvez sur les axes verticaux pour constater que nous avons encore un niveau d'inflation qui est bien trop élevé. Le next slide vous montre un peu ce qui est attendu en termes de perspective, toujours, je le rappelle, sur base des hypothèses qui sont utilisées maintenant en commun entre les différents pays qui participent à cet exercice de l'eurozone d'actualiser les prévisions. Et quelles sont par exemple ces hypothèses? C'est qu'on continue à regarder pour les prix de l'énergie vers les prix qui sont annoncés au niveau des futures. Il se trouve à gauche pour le prix du gaz et pour le prix du pétrole. Il faut reconnaître que cette tendance à la baisse est en tout cas dans les marchés pour l'instant. Mais il faut aussi reconnaître que les marchés, dans le passé récent, n'ont pas toujours été capables de bien identifier les tendances qui se produisaient par la suite. Et donc, comme disent les économistes, il est assez difficile de prédire l'avenir, surtout s'il s'agit en effet de l'avenir. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Un certain nombre d'estimations ont peut-être la faiblesse de raisonner un peu trop dans une logique pas très linéaire, dans la mesure où on ne s'attend pas à des nouveaux événements de nature géopolitique. Alors ça, c'est déjà la deuxième partie des hypothèses. On suppose qu'au niveau du conflit en Ukraine, il n'y a plus d'escalation que les chaînes d'approvisionnement continuent leur processus vers une normalisation graduelle. Dus wie weet zijn dat hypothesen die voor sommigen een beetje te vriendelijk zijn, te optimistisch, maar dit is in ieder geval datgene wat we in ieder geval hebben opgenomen in de ramingen. Als we dan kijken naar de vertrouwensindicatoren, die vind je bij de volgende set van grafieken.
Dan stellen we, en u ziet opnieuw dat dat gaat over PMI's, het zijn eigenlijk essentieel bevragingen bij verantwoordelijken van de bedrijven. Meestal de purchasing managers die gevraagd worden om een inschatting te maken. En zolang je cijfers boven de 50 ziet, moet je eigenlijk veronderstellen dat dat een cijfer is die overeenstemt met minstens een positieve groei. Dus met andere woorden, we blijven op dit ogenblik, zowel wanneer we kijken naar wat er in het geheel van de wereld gebeurt, aan de linkerzijde, als wat er in het eurogebied gebeurt, we blijven in positieve zones. We stellen inderdaad wel vast dat er een vertraging is opgetreden. En dat zie je eigenlijk vooral wanneer je rechtsonder kijkt naar de toekomstige productie die op het niveau van het eurogebied wordt ingeschat. Daar zie je een flinke daling. Maar het is niet van aard om ons opnieuw in zones te brengen onder de 50. En met andere woorden, we hebben op dit ogenblik ook niet bij de bedrijfsleiders en hun belangrijkste verantwoordelijken niets wat wijst op de komst van een zware crisis. Ik vestig ook nog uw aandacht op het feit dat we verschillende kleurtjes hebben gebruikt in deze grafieken. En dat wijst een beetje op het verschil tussen de industrie aan de ene kant in het blauw en de dienstensector in het grijs. Wat stellen we eigenlijk vast? Dat als je kijkt naar die indicatoren, en ik nodig u uit om vooral rechts te kijken, want dan heeft u meteen de data voor het eurogebied. Je merkt daar toch een beetje een verschil tussen de industrie en de diensten. Eigenlijk is de dienstensector nog altijd aan het herstellen van de pandemie en van de beperkende maatregelen die hen flink hebben dwarsgezeten tijdens die pandemie. De industrie die heeft eigenlijk vandaag al meer last van de huidige tegenwinden. Dus de energieprijzen, de aanvoerlijnen. En je ziet dat de vertraging in het bijzonder zit bij de industrie deze keer. Laat me toch nog even toe voor diegenen die zouden zeggen, ja, de Nationale Bank onderschat toch die knik naar beneden. Ik kan alleen maar vaststellen dat we vandaag in termen van dat soort vertrouwensmomentum niet alleen boven de 50 zitten, maar dat we eigenlijk, als u eventjes kijkt naar het jaar 2019, dat we eigenlijk op niveaus zitten die daar heel erg vergelijkbaar mee zijn. En in 2019 was er, bij wijze van spreken, nog geen vuiltje aan de lucht. Dus dat verklaart een beetje een bepaald vertrouwen in het herstel van de groei op een niveau die acceptabel is. U ziet dat misschien ook wat beter in een volgende slide. In een volgende slide ziet u namelijk dat scenario uitgetekend via de groeicijfers die daarmee gepaard gaan. Ja, behalve het onderste ding, le taux de chômage, dat is het enige dat niet uitgedrukt is als een groeicijfer. Dat is gewoon een niveau. Hè. Maar al de andere zijn groeicijfers. En u stelt eigenlijk vast dat wanneer we kijken naar de groei van het BNP, dat we zowel in 2022, 2023, 2024 met positieve groeicijfers zitten voor het geheel van de eurozone. In zeker opzicht, gelet op het feit dat we met een sterke inflatie geconfronteerd zijn, is een bepaalde groeivertraging zelfs wenselijk. Ik heb u in het begin gesproken over de vraag naar harde landingen versus zachte landingen. Harde landingen komen wat sneller om de hoek kijken als bij wijze van spreken de afkoeling niet geleidelijk gebeurt. En dus een wat geleidelijker afkoeling, die toelaat ook om de inflatiecijfers naar veiliger orde te brengen, is op dit ogenblik eigenlijk verkieslijk boven het proberen behouden van een al te robuuste groei die dan ineens zou gaan stokken. Ik ga niet te veel ingaan op de onderdelen van de vraagcomponenten. Ik ga u vooral ook nog eens wijzen op iets dat in deze crisis toch wel wat speciaal is. En dat is dat de vooruitzichten op de arbeidsmarkt en eigenlijk ook de manier waarop de arbeidsmarkt heeft gereageerd op de coronacrisis, dat we daar moeten eigenlijk vaststellen dat het een klein beetje een atypische crisis is geweest. Omdat ondanks het feit dat de jobcreatie nu een klein beetje vertraagt, samen met de economische groei, stellen we toch vast dat dit een crisis was waarbij dat we eigenlijk dalende cijfers van werkloosheid hebben gezien. We dalen naar een niveau van 6,7, 6,8%.
kunt niet zeggen dat dat overeenstemt met full employment, maar dat zijn in ieder geval werkloosheidscijfers die men meestal niet associeert met een economie die geconfronteerd is met een grote crisis. Rechterkant van de slide ziet je de inflatie. Ook hier weer, we hebben het al wel eens vaker gezegd, die inflatie in de modellen is van aard om terug naar lagere niveaus te komen. Je ziet zelfs dat tegen 2024, wat wij typisch het einde van onze projectiehorizon beschouwen, dat die eigenlijk naar 2,1% gaat, wat eigenlijk ongeveer in de targetzone van de ECB zit. U ziet dat de onderliggende inflatie nog wat hoger ligt, omdat die wat trager zich aanpast, omdat nu een keer een aantal van de prijsstijgingen van de energie wat langer in de economie blijven doorwerken, zodat die onderliggende inflatie, een keer dat die wat op gang is gekomen, minder gemakkelijk naar een heel snelle daling gaat. Maar dus u ziet daar eigenlijk dat op het eerste zicht, in termen van inflatie, wij min of meer naar rustiger omgevingen evolueren. Ik ga niet wegsteken. Ik geloof dat deze ochtend in de persconferentie gouverneur Wünsch dat ook niet onder stoelen of banken heeft gestoken. Sommigen beschouwen de vooruitzichten dat wij haast automatisch naar inflatiecijfers gaan die, laten we zeggen, dicht in de buurt komen van de target van 2%. Een klein beetje inherent aan de manier waarop sommige modellen worden opgevat. Eigenlijk als we de monetaire politiek niet zouden wijzigen, dan nog zou het model voor 2024 nog altijd uitkomen op een inflatie onder de 3%. Dat wil eigenlijk zeggen dat zelfs als men de toch wel wat accommoderende benadering van negatieve rentes zou aan hebben gehouden, dat ook dan de modellen veronderstellen dat die inflatie zal weg hebben. Wie weet is dat iets wat toch wel als te optimistisch kan worden beschouwd, en het zegt misschien meer over de aard van de lineaire modellen die we hanteren dan over de werkelijkheid zoals ze zich aandient. Wanneer we zeggen lineaire modellen, dan bedoelen we daarmee geen rekening houdend met nieuwe evenementen. En zoals iedereen weet die een beetje de politiek en de geopolitiek volgt, er zijn altijd nieuwe elementen. En dus u mag inderdaad wel aannemen dat wij dit als een iets te optimistische kijk beschouwen. Laat niet weg dat tegelijkertijd, wanneer de normalisatie zich inzet van het monetaire beleid, dat er een voldoende kans bestaat dat met het weghalen van een aantal accommoderende keuzes, met het normaliseren van het monetair beleid, dat de projectie in de richting van ongeveer 2% naar het einde van de projectiehorizon misschien wel in de aannemelijke zones komt, maar toch altijd gebaseerd op een logica waarbij dat er wel degelijk monetair wordt ingegrepen. Je crois que je vais maintenant passer la parole à Geert, qui va commencer la présentation en regardant un peu plus près vers l'économie belge. Dank u, Steven. Goedemiddag allemaal van mijn kant. En fait, je vais commencer avec un message plus pratique. On m'a demandé, de vous signaler qu'il est possible de poser des questions via la fonction chat. U kunt ons vragen stellen via de chatfunctie en die zullen dan terechtkomen bij onze back-office. C'est effectivement avec plaisir que je vous présente, comme d'habitude, le volet belge des projections. Avec plaisir, mais je ne vous cache pas, vous l'avez déjà compris du vice-gouverneur, que c'est un peu challenging ou c'est pas évident de faire des projections macroéconomiques maintenant. Je réalise et je me rends compte du fait que c'est le même message que je vous donne depuis 2 ans, mais voilà, la vie est comme ça. De volgende slide. Thomas, we beginnen met de Belgische groei. Vooruitzichten, zoals gewoonlijk, ze zijn daar samengevat in index en in jaargroeipercentages aan de linker en aan de rechterkant. Misschien beginnen met de korte termijn. Dus daar ziet u dat we eigenlijk op korte termijn uitgaan van quasi een nulgroei. Voor het tweede trimester dit kwartaal hebben we nul, voor het volgende kwartaal
En net 0,1, dus de economie blijft eigenlijk een beetje ter plaatse trappelen. En het is pas vanaf het einde van dit jaar en dan in 2023 en 2024 dat de groei zich opnieuw gaat herstellen en dat we eigenlijk meer dan het potentieel groei, dat er een soort recuperatie van het groeiverlies is. Wat ik vooraf nog wou zeggen is, en Steven heeft dat denk ik al voldoende de nadruk opgelegd, is dat die ramingen binnen een bepaald afgesproken kader, een storyline, gebeuren samen met de andere deelnemende instellingen. En in kort gezegd komt het erop neer dat er dus geen escalatie van de oorlog is, geen kaliber raketten op Warschau of Riga of iets van die strekking. Ook geen escalatie in de sancties aan beide kanten tegen en van Rusland. En dat de problemen die we momenteel zien qua aanvoerlijnen, dat die geleidelijk aan milderen en verdwijnen in de loop van volgend jaar. In elk geval, nu dat bepaalt in heel sterke mate, denk ik, het eerdere punt om onze inflatievooruitzichten. Maar het bepaalt eigenlijk ook een beetje de groeivooruitzichten. Want het feit dat die problemen geleidelijk aan weg hebben, is natuurlijk een reden te meer om geen diepe crisis te voorzien of geen stagflatie scenario. Dus we hebben een vertraging, die is van daar wel scherp, want we komen van een groei die eigenlijk 0,5 was in het eerste kwartaal, wat trouwens vrij goed overeenkomt kwam met onze raming uit de Business Cycle Monitor, naar ja, 0 dit kwartaal. Dus men gaat toch wel scherp in de remmen, maar de vertraging is tijdelijk, dus op het einde van het jaar zal men opnieuw beter moeten aansluiten bij de potentiële groei. Nu, qua jaarcijfers, en dat is misschien een beetje misleidend door de overloopeffecten, zie je die vertraging eigenlijk vooral in 2023. Dus daar gaat de groei naar beneden naar 1,5, terwijl die dit jaar nog 2,4 blijft en ongeveer 2% in 2024. Dat is trouwens ongeveer het scenario dat we in die ad hoc oefening in maart hadden. Dus de cijfers van maart zijn op dat vlak zeker richtinggevend. Maar het is niet omdat u 1,5 en 23 ziet dat u moet denken dat eigenlijk dat vooral het slechtere jaar is. Dus de vertraging die dat veroorzaakt gebeurt eigenlijk nu en in de rest van 2022. In de volgende slide dan ziet u de belangrijkste oorzaak. Donc la cause principale du ralentissement, c'est bien la consommation privée. Et vous voyez à gauche plutôt le profil trimestriel de la consommation des ménages. Et donc ce qui frappe évidemment, c'est le rebond énorme qu'on a vu après la crise Covid. Donc quand l'économie a été réouverte et quand toutes les mesures sanitaires ont été supprimées. Mais vous voyez aussi la baisse ou le repli de la consommation privée déjà dans le dernier trimestre de 2021. Or, je veux bien qu'il y a eu certaines mesures ou certaines mesurettes peut-être au niveau de la crise sanitaire encore en octobre, novembre et décembre, mais ça, c'est clairement pas la cause principale du ralentissement ou du même repli de la consommation privée. C'est bien la hausse énorme qui a commencé, qui a plutôt été plus visible dans ces mois-là sur les marchés internationaux de l'énergie. Donc surtout le gaz, aussi le pétrole. Donc c'est ça qui a freiné, à notre avis, surtout la consommation en Q4 2021 et qui va de nouveau peser sur la consommation privée aujourd'hui et dans les trimestres à venir, comme vous voyez. Donc aussi pour le deuxième trimestre de 2022. Donc maintenant, en fait, on prévoit une légère diminution de la consommation, malgré le rebond qui a déjà eu en Q1 et qui va petit à petit s'agrandir, même avec un peu de récupération en 2023 vers des rythmes plus normaux. Et alors là, qu'est-ce qui cause tout cela? Et là, je viens évidemment à un des chiffres clés de notre projection actuelle, et c'est bien le pouvoir d'achat des ménages. Je vais prendre un petit peu plus de temps, m'attarder un peu plus sur le pouvoir d'achat, parce qu'on peut lire et entendre surtout tout et n'importe quoi sur ce concept. Donc, on commence avec la question
pourquoi en fait est-ce que le pouvoir d'achat diminuerait, utiliser le conditionnel pour l'instant, s'il y a indexation des salaires, s'il y a indexation des allocations, par exemple, du chômage, indexation des pensions, etc. Donc la plupart des revenus sont indexés, alors pourquoi est-ce que le revenu, pardon, le pouvoir d'achat des ménages diminuerait? Alors, il y a deux raisons. D'abord, pas tous les prix sont inclus dans l'indice santé qui est utilisé comme référence pour cette indexation. Le pétrole, par exemple, et le diesel n'y sont pas. Donc, ça veut dire que s'il y a hausse du pétrole ou du diesel, il y a clairement une baisse du pouvoir d'achat, toute autre chose égale par ailleurs. Deuxièmement, cela fonctionne avec un certain retard. J'ai la chance de travailler dans un secteur ou pour un comité paritaire où cela se fait tous les deux mois. Donc, mon salaire est ajusté relativement vite à la hausse des prix. Mais il y a d'autres secteurs où c'est encore plus vite, donc tous les mois. Il y a surtout d'autres secteurs où il faut attendre un petit peu plus, où l'indexation se fait d'office le 1er janvier, où l'indexation se fait une fois que l'indice pivot a été franchi, comme dans les fonctions publiques. Donc, typiquement, il y a un peu de retard dans l'ajustement des salaires au niveau des prix. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et d'ailleurs, c'est ça qui explique pourquoi ce que vous voyez en bas, là, à droite, c'est ça qui explique pourquoi le salaire réel d'un employé type, disons, donc là, on a simplement pris les hausses conventionnelles, l'indexation, et on a soustrait l'indice des prix, donc pas l'indice santé, mais l'indice harmonisé de l'indexation pour les consommateurs. Et vous voyez qu'effectivement, le salaire réel diminue, donc on ne le cache pas en 2021 et en 2022. Donc c'est à cause de ces deux effets-là que ça se passe. Alors, j'aimerais insister sur deux choses. Donc, même s'il faut attendre un peu l'indexation des salaires, en fait, cette indexation viendra. Et c'est pour cela que vous voyez un profil un peu accidenté tant dans le graphique de haut que dans le graphique de bas. Et vous voyez surtout un rattrapage en 2023 au niveau du salaire réel et au niveau du pouvoir d'achat. Donc, l'indexation viendra et selon nous, elle viendra quand en fait les prix sont déjà en train de ralentir, donc quand l'indexation est déjà en train de diminuer. Donc il y a un boost quand même important du pouvoir d'achat qui est attendu pour 2023. Alors la deuxième chose que j'aimerais quand même mettre en lumière, c'est que le fait qu'il y a une indexation en Belgique qui est une particularité belge, comme vous savez, donc ça existe, je pense que Luxembourg et Malte, seulement dans deux autres économies en zone euro, fait que chez nous, en Belgique, le pouvoir d'achat est encore relativement bien protégé, si je peux utiliser ce mot-là. Et c'est pour cette raison qu'on a mis aussi l'augmentation du pouvoir d'achat, la diminution en 2022 du pouvoir d'achat en zone euro en moyenne. Donc, on a simplement pris des projections que Steven vous a déjà montrées aussi, qui ont été publiées jeudi passé pour la zone euro. Et donc, vous voyez que tant en 2022 et en 2023, l'évolution est beaucoup moins favorable dans d'autres pays de la zone euro qu'en Belgique. Donc, en 2022, le pouvoir d'achat reste plus ou moins constant. Vous voyez une petite hausse même de 0,3 ici en Belgique, mais si on tient compte de l'augmentation de la population par tête, c'est plus ou moins 0, disons. Mais ça diminue dans d'autres pays en zone euro. Et surtout, le rebond en 2023 est beaucoup moins dynamique dans d'autres pays qu'en Belgique. Donc, on peut quand même dire que les perspectives pour le pouvoir d'achat sont relatives par rapport à d'autres pays plus favorable en Belgique. Donc, autrement dit, et je passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important, autrement dit, c'est un jugement de valeur, mais s'il y a un problème de pouvoir d'achat en Belgique, ce problème est plus grand, par exemple aux Pays-Bas,
et en Allemagne encore. Ik ga dan naar de tweede reden waarom we dus denken dat die vertraging in de gezinsconsumptie eerder van tijdelijke aard is en dat zich dat zal herstellen, zeker in 2023 en 2024, met zelfs een beetje inhaalconsumptie er bovenop. Dus de inkomensvooruitzichten blijven al bij al relatief gunstig, ondanks de tijdelijke problemen die we nu zien en die we niet onder de mat steken. Dus het is duidelijk zo dat het gevoel dat men heeft dat het reëel loon, als je jobsituatie niet verandert, dat het reëel loon daalt. Dat klopt ook volgens de cijfers. Maar de koopkracht stijgt eigenlijk nog een klein beetje, omdat er natuurlijk andere factoren zijn die die koopkracht op macroniveau, dus voor alle gezinnen samen, beïnvloeden. Bijvoorbeeld stijging van de werkgelegenheid, stijging van het aantal gewerkte uren, ook overheidstussenkomsten enzovoort. Maar dus, we steken niet weg dat het reëel loon wat daalt. Over de 3 jaren van de Turkse periode samen blijft dat desalniettemin redelijk positief. De tweede reden is dat de spaarquote, zoals u ziet op de slide, in de project of aan het begin, tegen het begin van de Turkse periode, eigenlijk sterk verder zal dalen. Daar is het verhaal denk ik bekend. Hè. Dus we zitten daar met wat men corona-sparen is gaan noemen in 2020, werd eigenlijk bijna 1 euro op 5 door de Belgische gezinnen gemiddeld gespaard. 20% van het beschikbaar inkomen ging naar sparen. Dat is dan een beetje verminderd naar meer normale niveaus in 2021. En dat die normalisatie zou eigenlijk verder gaan in 2022, 2023 en 2024. Dus het corona-sparen, het forced saving verdwijnt eigenlijk geleidelijk uit de cijfers. Misschien enkel stilstaan bij het feit waarom we niet helemaal naar het pre-crisisniveau terugvallen. Dus we blijven daar wat hangen op afgerond 13,5, ergens tussen de 13 en de 14%, terwijl we voor de crisis aan 12% zaten. Wel, ja, verschil wel denk ik binnen de onzekerheidsmarge, maar misschien toch twee redenen noemen. Eén, de onzekerheid blijft, Steven heeft het daarnet denk ik terecht sterk benadrukt, blijft heel groot in de economie. Niet alleen voor mensen die ramingen moeten maken, maar voor iedereen uiteraard. Wat mensen ertoe kan aanzetten om misschien net iets meer te sparen dan anders. Onzekerheid op macroniveau, maar misschien ook de onzekerheid over de vooruitzichten. Je zal dat straks gaan zien. Over de overheidsfinanciën, waar mensen denken van misschien gaat de overheid toch wel ooit eens bepaalde consolidatiemaatregelen moeten nemen. Dus minder uitgaven, meer ontvangsten. En de tweede reden is misschien nog wat meer down to earth. Er is, zoals u weet, een stijging van de rentetarieven aan de gang. Die zal zich doorzetten. Die zal dat onmiddellijk zien, wat natuurlijk het sparen een beetje aanmoedigt. Dus hoe meer je hoe hoger de vergoeding voor sparen dat je krijgt, hoe meer men zal sparen. Sommigen zullen opwerpen, ja, maar men ziet dat nog niet op de gereguleerde spaardeposito's, de fameuze spaarboekjes. Dat klopt, hè, omdat het vooral een pad is naar verdere verstrenging van monetair beleid, dat is aangemoedigd. Maar dat zal natuurlijk komen en je ziet het wel al op bijvoorbeeld de rentetarieven op overheidsobligaties. Dus voor mensen die hun spaarmiddelen in overheids- of andere obligaties steken, ja, daarvan stijgt de return nu eigenlijk al. Of is de return nu eigenlijk al gestegen? En net als de vorige keren, oud nieuws, dus ik ga er niet al te veel bij stilstaan. We hebben er ook een artikel aan gewijd, denk ik, in november of oktober van vorig jaar. Verwachten we niet dat fameuze corona-spaaroverschot op mysterieuze wijze de consumptie zal gaan ondersteunen, zal worden gebruikt voor consumptieondersteuning in 2022, 2023 en 2024. Dus we zien daar dat de spaarquote niet onder, want dat zou de consequentie zijn, niet onder het pre-crisisniveau staat. Ik bespaar u de details waarom we dat denken. U kan dat denk ik nalezen in onze studie van de herfst van 2021. Alors, je passe aux investissements privés. Ici, on a mis ensemble, par manque de temps ou manque d'espace,
surtout, mais aussi parce que l'histoire est un peu comparable, on a mis ensemble les investissements des entreprises et les investissements des ménages. Et là, la bottom line, je pense, c'est que la croissance va modérer. Donc, on n'aura plus la croissance, les taux de croissance qu'on a vu immédiatement après la crise COVID. Mais néanmoins, la croissance restera positive malgré la hausse des taux d'intérêt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être quand même un petit mot sur les investissements des entreprises, parce que là, le profil trimestriel est un peu remarquable quand même en 2021. Donc, on avait déjà, quand on a fait les projections de décembre, la baisse de... vous voyez que ça se matérialise, en tout cas, déjà la baisse dans le troisième trimestre au niveau des investissements des entreprises. Ça a été suivi par une nouvelle baisse, en fait, dans le quatrième trimestre. Mais on a toujours défendu l'histoire, on a toujours jugé ou dit que, en fait, c'est plutôt des accidents de parcours, ce n'est pas une version d'une certaine tendance. Vous allez voir que ça va se rétablir. Et les premières statistiques qu'on a pour le premier trimestre, je suis toujours le premier à dire, prendre les statistiques trimestrielles sur certaines composantes de dépenses avec une pincette et avec beaucoup de recul. Donc, faire un peu attention, mais quand même, il y a tous les signaux qui pointent effectivement vers un rebond, une reprise des investissements privés au début de l'année. Donc, selon nous, ce qu'on a vu à la fin ou dans la deuxième moitié de 2021 au niveau des investissements des entreprises, ce n'est pas vraiment un effondrement de la confiance. D'ailleurs, on ne le voit pas dans nos indicateurs, mais plutôt le résultat de ce fameux boulot d'étranglement, les problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement qu'on a vus et qui ont non seulement touché à votre vélo, à votre nouvelle voiture qu'il fallait attendre plus longtemps, mais aussi au bien d'investissement. Hein. En fait, donc aussi les entreprises ont dû attendre un petit peu plus pour avoir ce bien d'investissement. L'amélioration que le vice-gouverneur vous a montré dans un de ses premiers slides, dans ses chaînes d'approvisionnement, je pense qu'on le voit aussi donc au niveau de l'investissement en Q1. Et cette amélioration, cette croissance positive, en tout cas, selon nous, va continuer pendant toute la période de projection, mais avec un rythme un peu plus modéré. Un élément qui n'est pas, on n'avait pas de place pour le mettre sur le slide, en fait, c'est le taux d'utilisation de la capacité au niveau de l'industrie. En fait, actuellement, plus élevé que d'habitude, on est à des niveaux plus élevés que la moyenne pour ce taux d'utilisation. Donc, on ne pense pas qu'il y aura des nouveaux effondrements des investissements privés dans les trimestres à venir. Et comme dans het blijvend goede nieuws eigenlijk over de arbeidsmarkt. Dus we hebben eigenlijk de inflatie omwille van die heel volatiele energieprijzen duidelijk onderschat, of vooral de persistentie van de headline inflatie wat onderschat. In de afgelopen maanden. Maar eigenlijk hebben we evengoed de jobcreatie onderschat in de afgelopen maanden. Dus de arbeidsmarktstatistieken hebben ons blijven opwaarts verrassen. Dus niet alleen was onze appreciatie dat de arbeidsmarkt heel weerbaar was, zowel in de crisis, maar ook vooral na de crisis. Duidelijk correct. Ze was eigenlijk nog te voorzichtig. Dus de statistieken zijn telkens uitgekomen boven onze ramingen. En voor 2021 hebben we bijvoorbeeld 86.000 extra jobs. Wel, ik kan nu min of meer al zeggen, enkel maar rekening houden met het goede vertrekpunt, dat ondanks de conjuncturele vertraging die we toch zien in dit kwartaal, en de nabije toekomst, dat we waarschijnlijk op dat meest plausibele scenario is, dat we niet ver van dat resultaat gaan uitkomen
voor 2022 eveneens. Dat betekent niet dat we geen matiging natuurlijk zien in de jobgroei, maar de groeicijfers blijven positief. Dus ondanks het feit dat de groei min of meer stilvalt in de komende maanden of vanaf nu eigenlijk, zien we dat er nog altijd bijkomende jobs, het is een spel van gemiddelden, natuurlijk gaan worden gecreëerd. En de vertraging die je ziet, heeft natuurlijk vooral ook te maken, ook daar hadden we geen plaats voor op de slide, maar ik denk dat dat wel bekend is, met het feit dat de arbeidsmarktspanningen vooral in bepaalde sectoren en in bepaalde regio's van het land ongezien hoog zijn. Dus het verhaal is momenteel vooral van er is eigenlijk er is te weinig arbeidsaanbod, eerder dan er is te weinig arbeidsvraag. Opnieuw, niet elke situatie of niet elke sector en niet elke regio in het land bevindt zich in die situatie. Maar dat is wel het beeld dat je krijgt als je naar de vacature ratio's bijvoorbeeld kijkt. Dus ook omwille van, denk ik, die situatie zien we nog altijd, ondanks de conditionele vertraging en de war voor talent enzovoort, nog altijd een relatief robuuste, weerbare groei in de twee volgende jaren ook. En die groei, als u de staafjes wat over de twee jaren heen vergelijkt, houdt ongeveer gelijke tred met de actieve bevolking. Dus dat betekent eigenlijk dat de werkloosheidsgraad zal stabiliseren. U ziet dat daar aan de rechterkant op een niveau van ongeveer tussen de 5 en 6%. Ook voor België is dat, denk ik, nog niet helemaal de frictiewerkloosheid of full employment, maar dat zijn wel cijfers die ongewoon laag zijn voor onze economie. Dus ik kan niet anders dan besluiten dat de arbeidsmarkt blijft blaken van gezondheid doorheen alle crisissen en conjuncturele vertragingen heen. Alors je viens au point peut-être crucial, plus populaire, peut-être de nos prévisions, et ça c'est bien sûr l'inflation. Et là j'aimerais commencer par un regard en arrière plutôt que parler immédiatement des prévisions. Donc dans le graphique de gauche, vous voyez des chiffres mensuels pour la part des biens et des services, donc des biens et des services individuels qui actuellement connaissent ou qui dans le monde question connaissent des taux d'inflation plus élevés que d'habitude, plus élevés que leur moyenne. Et on l'a séparé, on l'a montré séparément là pour des biens et pour les services. Et donc le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement il y a clairement eu une vague d'inflation à partir, disons, de l'été 2021, donc à partir de la fin plutôt de l'été 2021, qui a touché le plus encore les biens plutôt que les services. Donc vous voyez qu'immédiatement les biens ou la part des biens qui connaissent un taux d'inflation plus élevé que la moyenne actuellement a grimpé plus fortement et maintenant on tourne autour de 75%. Et je m'excuse parce qu'on n'a pas encore pouvoir mettre les chiffres de main, on ne sait pas encore pour faire cette analyse. Donc, les derniers clics que vous voyez, c'est bien le chiffre d'avril. Mais je pense que les chiffres de mai seront plus ou moins, donneront plus ou moins la même image. Donc, ça veut dire que 3 biens sur 4 actuellement connaissent des taux d'inflation plus élevés qu'en moyenne. Donc, le mot break for spread, je pense, est surtout attaché à l'analyse pour des biens. Pour les services, l'analyse est quand même un petit peu plus favorable, plus différent. En tout cas, là, on voit que bon, malgré certains pics, en moyenne, on tourne autour de 50%. Et je dirais que 50%, ben, c'est le chiffre normal parce que on fait cette analyse, on s'attend effectivement qu'un service sur deux connaîtrait des taux d'inflation plus élevés et un service sur deux connaîtrait des taux d'inflation moins élevés. Sinon, ce ne serait pas une bonne moyenne, je pense. Donc, pour les services, on ne voit pas vraiment cette vague très répandue d'inflation. Pour certains services, c'est le cas, pour d'autres,
Non, donc ça veut dire qu'on parle beaucoup de pass-through, des coûts très élevés vers des prix finaux. Ben, actuellement, je pense que je veux nullement relativiser le problème d'inflation, mais actuellement, au niveau des services, on voit que ça reste encore relativement limité au niveau de la largeur de la vague, en tout cas. Une autre façon de regarder les choses, le vice-gouverneur l'a fait pour les chiffres européens, et c'est un peu dangereux parce que ça vient avec beaucoup de volatilité, mais quand même avant le faire, c'est de regarder les taux d'inflation month-on-month. Donc, est-ce que on compare les prix de ce mois-ci au prix du mois précédent. On peut faire techniquement un peu de seasonal adjustment, ce qui n'est pas toujours possible parce qu'il y a aussi des variations dans la volatilité qui n'ont rien à voir avec des saisons. Donc parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Mais bon, les grands constats ici, c'est qu'effectivement, si on regarde, on compare la volatilité des courbes de l'inflation totale et de l'inflation sous-jacente, donc la current inflation en haut et en bas du côté droit du slide, on voit que l'inflation sous-jacente reste relativement beaucoup plus constante, varie beaucoup moins que la courbe de la haut, qui est la courbe totale. Donc ça veut dire que la volatilité, pratiquement par définition, parce qu'on appelle cela les composantes volatiles. L'inflation vient surtout des prix énergétiques et dans une moindre mesure des prix de l'énergie. Vous voyez aussi que depuis quelques mois, je dirais depuis un an, en fait, en janvier 2022, il y a quand même un certain aplatissement de cette courbe de hausse qui a été interrompue, et là on a bien les chiffres de mai déjà. Donc récemment, donc en mai 2020, donc à cause d'une nouvelle poussée, une nouvelle flambée des prix énergétiques. Vous l'avez sans doute vu quand vous avez pris ou quand vous avez acheté de l'essence ou du diesel récemment. Donc ça illustre en fait la difficulté de faire des projections d'inflation dans des circonstances pareilles, parce que pour l'inflation totale, en tout cas, on dépend effectivement d'une volatilité qui reste quand même énorme au niveau des prix énergétiques. Donc, je pouvais m'arrêter ici en disant, ben, c'est pour cette raison qu'on n'a pas fait de projections d'inflation, mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, je vais quand même vous montrer des projections d'inflation, mais donc il faut savoir qu'ils viennent avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui viennent surtout des marchés énergétiques. Martin, de voir le slide, Thomas, hier ziet u onze basis raming, om het correct te zeggen, in het basisscenario van wel de totale inflatie. De blauwe lijn, de rode lijn is onze vorige raming. Je ziet dat we opnieuw opwaarts hebben moeten herzien. Als de onderliggende, of de kerninflatie, en dat zijn dan de staafjes op de grafiek. En de precieze cijfers, ik druk er misschien op, zijn eigenlijk minder belangrijk. Zijn de cijfers wel indrukwekkend. Natuurlijk, dit jaar zouden we met een inflatie zitten die gemiddeld boven de 8%, dat is de gemiddelde. Dus dat betekent dat er een aantal maanden zijn, namelijk deze maanden. En dit is hier het geharmoniseerde HICP-concept, waar de inflatie eigenlijk nog hoger is dan ja, in de volgende maanden, de vorige maanden. Maar dat zou op jaarbasis eigenlijk al snel afnemen naar 2,6 en 1,3. En we zijn zo transparant mogelijk in onze predicties. Dus we tonen nu ook de maandcijfers, hè. Deze grafiek die de maandcijfers toont. En u ziet eigenlijk al onmiddellijk dat we naar onze inschatting op dit moment waarschijnlijk min of meer de piek van de inflatie hebben bereikt. Dus dat zou betekenen dat, ja, is het nu de cijfers voor juni, zijn het nu de cijfers voor juni of voor juli of voor augustus, maar dat we stilaan een daling moeten gaan zien in de totale inflatie. Niet in de onderliggende inflatie, zoals u ziet, die blijft nog stijgen. En dat is een beetje, en daarom zeg ik dat de precieze cijfers misschien minder belangrijk zijn dan het verhaal daarachter.
of dan de grote trends die je ziet. Dat is een beetje het gevolg, ja, deels van de modellen, maar vooral ook van de assumpties die we gebruiken, of die we gezamenlijk beslist hebben om te gebruiken. Dus aan de ene kant valt de externe prijsdruk geleidelijk aan weg, of mildert in elk geval. Dus gaat niet meer, of volgens de hypothese in elk geval, niet heel grote stijgingen zien op de gasmarkt of op de oliemarkten die we in het verleden hebben gezien, of in het basisscenario, waarin het Oekraïne kruidvat ja, nog meer ontploft dan het nu al is ontploft. Dus dat betekent dat die externe druk ook vanuit de aanvoerketens die zich geleidelijk aan zouden moeten normaliseren, dat die geleidelijk aan terugvalt. Maar je ziet wel nog, en daarom tonen we ook de onderliggende kosteninflatie, de onderliggende inflatie in maandcijfers, je ziet wel dat de onderliggende inflatie nog verder blijft doorstijgen tot, je ziet het daar bijna 4%, ik denk op het einde van de zomer, dat zei ik voor augustus of september, is als ik me goed herinner. Ja, 4% is uiteraard niet het cijfer van 8, 9, 10% zoals we het nu kennen voor de totale inflatie, maar dat is wel spectaculair veel meer dan de gemiddelde onderliggende inflatie in België. En als u een beetje, ja, de grafiek toont niet de lange termijn, maar als u een beetje naar het verleden kijkt, ziet u effectief dat, ja, het gemiddelde eerder tussen, zeg maar, 1,5 en 2% is afhankelijk van de periode. Dus dat is een beetje het verhaal van onze projecties. Waarom stijgt die onderliggende inflatie niet nog verder? Omdat, ik kan je onmiddellijk de loonkosten tonen en die zien er, ja, schrikwekkend uit, zal ik maar zeggen. Wel omdat we er mee rekening houden dat een deel van die kostenstijgingen, van de loonkosten, van de energiekosten of van de inputkosten komt, dat een deel eigenlijk gaat worden geabsorbeerd in de bedrijfsmarges. U zal dat onmiddellijk zien. Dus we hebben niet het verhaal van een heel langdurige loonprijsspiraal, ook binnenlands niet, in onze ramen. Dus dat verklaart, en ik steek in mijn hand niet voor in het vuur, dat het deze precieze cijfers zullen zijn, waarom de inflatie van 8% vrij spectaculair zal terugvallen naar eerder iets rond de 3 of minder dan 3% volgend jaar. En dan, als de futures inderdaad correct blijken te zijn, minder dan 2% zelfs op het niveau van de totale inflatie in 2024. Dus opnieuw heel grote onzekerheid op de precieze cijfers. Misschien toch wel wat minder op het niveau van de storyline. Natuurlijk weet ik ook dat de futures altijd verkeerd zijn. Het probleem is dat als we ze niet nemen, dat we een andere hypothese gaan moeten nemen voor de energiemarkten, die ook verkeerd gaat zijn. Dus we moeten technisch iets nemen. Maar ik denk dat de probabiliteit of de waarschijnlijkheid dat bijvoorbeeld de gasprijzen nog eens maal 7 bijna zullen gaan, zoals we hebben gezien sinds het begin van 2021, dat die toch eerder klein is. Er kan wat disruptie zijn als inderdaad de oorlogssituatie nog wat dramatischer evolueert dan we denken. Dan vermoed ik dat de energieprijzen duidelijk meer zullen stijgen dan wat de futures nu zien. Maar het idee dat, ja, de gasprijzen nog eens maal 7 zullen gaan dit jaar en dan nog eens maal 7 volgend jaar, wat je eigenlijk nodig hebt om die hoge inflatiecijfers te bestendigen, dat lijkt mij toch wel een tailrisk, als men zo mooi in het Engels zegt. Voilà, et alors je passe peut-être à l'autre point important des projections, et ça c'est bien sûr l'évolution des coûts salariaux. Je vous ai dit que le fait que le pouvoir d'achat est un peu mieux protégé en Belgique, sans doute aide pardon, il y a des pop-up qui viennent, mais je dois even wegklikken, aide à peut-être limiter l'impact des prix d'énergie sur la consommation et donc effectivement sur la croissance. Mais un autre côté de cette même histoire, c'est que les coûts salariaux pour les entreprises augmentent beaucoup plus vite en Belgique qu'ailleurs, évidemment. Et ici, on vous montre une comparaison avec les trois pays voisins.
On a pris une moyenne parce que je ne peux pas vous montrer la hausse des coûts salariaux des pays individuels, donc des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France, même si je pense que mes trois collègues ont déjà publié aussi leurs projections ou sont en train de le faire, mais vous ne voyez que la moyenne, mais je pense que la comparaison avec l'augmentation qu'on voit pour la Belgique est relativement claire. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le calcul exact que va faire le Conseil central de l'économie dans les mois à venir, mais je pense que les messages sont assez clairs. Donc même, vous voyez le petit rectangle, le grand rectangle plutôt vert, vous voyez qu'on n'a pas vraiment tenu compte des hausses conventionnelles relativement importantes. D'ailleurs, pour 2023 et 2024, on a pris zéro parce que je pense que la marge pour des hausses conventionnelles sera zéro, hein, sera non existant. Mais malgré ça, l'indexation fait que la seule indexation fait qu'on arrive à des chiffres que moi personnellement je n'ai jamais vu sur deux ans, d'une détérioration de la compétitivité de pratiquement 5%. Donc, ici on parle d'une différence entre deux pourcentages, donc 5 pourcentages points entre point de pourcentage plutôt entre la hausse en Belgique et la hausse dans les trois pays voisins, mais donc on peut dire que la compétitivité coût pour les entreprises exportatrices, surtout en Belgique, diminuerait ou se détériorerait de 5%. Il y a une petite récupération selon les hypothèses actuelles en 2024 qui fait que sur trois ans, plutôt que sur deux ans, la détérioration est de 3,5%. Et donc, quand je vous dis effectivement l'indexation protège le pouvoir d'achat, c'est sans doute bénéfique pour le court terme. Pour le long terme, l'histoire est clairement un peu très différente parce que on vous montre déjà la perte de market shares, le mot français m'échappe, la part de marché. En 2022 et 2023, vous voyez que c'est beaucoup plus grand que normal, donc ça pourrait finir, peut-être un peu incertain, mais ça pourrait finir par peser aussi sur l'emploi, sur les investissements des entreprises. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil. Ik besluit dan misschien met de laatste slide van mijn deel van het verhaal. En ja, dat brengt het een beetje samen en dat verklaart ook waarom de analyse over de schade van die toch wel sterke loonkostenstijging en verslechting van de concurrentiekracht, of kostenconcurrentiekracht, een beetje onzeker is. Want we hebben daar ook de vaststelling toch dat de winstmarges, althans volgens onze statistieken, wat uiteraard niet de situatie is van elk individueel bedrijf, maar toch volgens onze statistieken duidelijk boven gemiddeld zijn en eigenlijk vrij hoog zijn in vergelijking met het verleden. U kent daar de analyses van de banken natuurlijk. Dus er is een zekere buffer die waarschijnlijk zal worden gebruikt in termen van daling van de winstmarges van de ondernemingen. En u ziet trouwens, als u naar punten kijkt, die jaarcijfers weergeven, dat we zelfs met die daling eigenlijk nog altijd boven het langjarig gemiddelde zouden zitten. Opnieuw, dat is niet de situatie van elk individueel bedrijf, maar verklaart wel waarom wij geen heel langdurige loonprijsspiraal zien. Dat is in lijn met de observaties die we kunnen maken voor het verleden, zoals u aan de linkerkant van de slide ziet. Dus als u een heel sterke loonkostenstijgingen hebt, dan is het eigenlijk op basis van het verleden normaal om te verwachten dat de winstmarges wat gaan terugvallen. De bank heeft daar op vraag van de regering ook een sectorale studie, zoals jullie waarschijnlijk weten, aangeweid in april, als ik mij niet vergis. Dat is volgens een heel andere benadering dan de macro-economische analyses die ik jullie
hier voorstel, maar het viel mij toch op dat wat daar eigenlijk gemiddeld uitkwam, dat min of meer in lijn lag met wat in onze macro-modellen zit. Dus men toont aan dat ongeveer 60% gemiddeld over de sectoren en over de individuele bedrijven heen van de kostenstijging zou kunnen doorgerekend worden naar de prijzen. Dat betekent 40% niet, wat u dan aan de rechterkant van de slide ziet, want die 40% wordt dan uiteraard ingeteerd op de winstmarges. Ik zeg het, de benaderingen zijn zeker niet helemaal vergelijkbaar en ik wil geen appelen met peren vergelijken, maar het lijkt in elk geval niet in tegenstelling met wat er in de macro-correcties tot 2024 gebeurt. Opnieuw, dat gaat uit van een aantal veronderstellingen, dus dat onze modellen inderdaad goede gidsen blijven, dat er geen niet-lineaire ontsporingen zijn. En dat ja, het wetgevend kader natuurlijk wordt gerespecteerd. Hè. Dat men de fameuze wet van 96 respecteert. Dus dat er geen conventionele loonstijgingen zijn die duidelijk boven de beschikbare loonmarge zouden uitsteken. Onder die omstandigheden verwachten wij dus inderdaad dat ook de onderliggende inflatie na verloop van tijd wat zal normaliseren. Al zal dat zeker langer duren dan voor de totale inflatie. En daarmee denk ik, ben ik aan het einde van mijn deeltje gekomen en geef ik terug over aan de vice-gouverneur met de volgende slide en de analyse van overheidsfinanciën. Oui, nous nous approchons en effet vers la conclusion de la présentation, mais pas sans nous attarder quelques moments sur les finances publiques. Si nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails sur ce sujet, c'est pas parce que ce serait un sujet sans importance. Je crois que c'est probablement un des soucis les plus importants aujourd'hui, mais essentiellement parce que par rapport à ce que nous avons dit au mois de mars, il n'y a pas trop de changements. Malheureusement, fin de l'horizon de projection, encore une petite détérioration en ce qui concerne l'année 2025, mais l'essentiel des messages, nous l'avons déjà donné au mois de mars. Alors, peut-être insister sur le fait que ce que nous avons à vous présenter, ça se fait dans le cadre d'une logique de politique inchangée, premièrement. Donc, cela implique, ou en tout cas, cela suppose qu'il n'y a pas de mesures supplémentaires qui sont prises par les gouvernements. Et deuxièmement, qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ceci s'inscrit dans une logique d'une économie qui n'entre pas en récession. Si jamais nous aurions des messages moins favorables au niveau de la conjoncture, ce tableau se noircirait encore davantage. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Bien sûr, en 2022, et on l'avait déjà préannoncé, le déficit s'est rétréci, essentiellement par la disparition des mesures de soutien Corona. Et donc, on arriverait à un déficit de 4,5% du PIB en 2022. Entre-temps, d'autres mesures temporaires, notamment par exemple pour l'aide humanitaire, les réfugiés ukrainiens, etc., se sont rajoutées au déficit. Mais bien sûr, ces mesures temporaires disparaîtront aussi. C'est donc la partie en bleu foncé. L'inconvénient, et vous le voyez tout de suite dans le graphique, c'est que la diminution du déficit ne se poursuit pas et que pour 2025, on arrive même à un déficit de 5%. J'expliquerai tout de suite comment ça peut être expliqué. À droite, vous voyez le tableau sur la dette publique en pourcentage du PIB, et cette diminution que vous voyez jusqu'en 2022 ne doit pas trop vous rendre trop optimiste. Essentiellement, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet dénominateur, un number effect, qui est très très important, parce que dans la mesure où le chiffre du PIB nominal, notamment aussi par l'inflation, connaît une croissance très importante, il est presque mécanique que la dette exprimée en pourcentage du PIB connaît une baisse. Mais à la fin de la période de projection, vous le voyez vous-même, nous avons à nouveau une trajectoire qui est
orienté vers le haut. Et donc, l'essentiel de ce slide-ci montre que sans mesures supplémentaires, nous nous trouvons dans une situation plutôt préoccupante, dans la mesure où il ne faut pas nécessairement craindre pour la santé de la Belgique avec ces chiffres-ci, mais il faut quand même en même temps reconnaître que nous ne disposons pas d'un buffer qui nous permet d'affronter le cas échéant de next crisis. Et on le disait déjà dans le passé, les crises peuvent se succéder rapidement et donc cela donne lieu à quand même un avertissement. Sur le next slide, op de volgende slide, ziet je de beloofde verklaring van hoe komt dat eigenlijk dat we zitten met een situatie waarin dat het overheidstekort niet verder daalt. Ik ga u meteen verklappen wat het antwoord is. De belangrijkste verklaring ligt links, ligt aan de uitgavenzijde. Je ziet natuurlijk dat voor de pandemie zaten we aan primaire uitgaven die nog onder de 50% zitten. De piek van 2020, daar kan niemand over mopperen. Dat is uiteraard aan de pandemie te wijten. En dat vergt eigenlijk geen grote bespreking. Maar wat wel belangrijk is, is dat we vaststellen dat we tegen 2024 op 53,7% zitten. En dat is bijzonder veel. Daar speelt mee dat bepaalde uitgavenmechanismen die geïntroduceerd of voortgeduurd hebben tijdens de pandemie, toch nog altijd op een structurele manier de uitgaven van de overheid beïnvloeden. U ziet het niet op de slide, maar tegen het einde van die projectieperiode krijg je natuurlijk ook al de eerste effecten van de stijgende rentelasten voor de overheid, want die gaan voor het eerst sinds heel lang weer wat gaan toenemen door aan de ene kant het feit dat de schuld aan het stijgen is, maar ook onder invloed van de op dat ogenblik toenemende rentetarieven. Al moet erkend worden dat voor België die impact van de rentetarieven op de totale overheidsschuld maar heel geleidelijk zal doorwegen, want de impliciete rente op de overheidsschuld, ja, die wordt natuurlijk ook beïnvloed door de zogenaamde duratie van de schuld en die is relatief succesvol de laatste jaren flink verlengd geworden, zodat we toch nog een aantal jaren een tikje respijt hebben, zelfs bij heel snel stijgende interestvoeten. Maar goed, dat zijn verhalen die ook allemaal hun houdbaarheid hebben en die ooit komen te vervallen. Voor het geval men zou denken, ja, die stijgende overheidsuitgaven die zullen dan vooral te maken hebben met de aangekondigde ambitie van de overheid om meer investeringen te doen. Daar moeten we jammer genoeg van vaststellen, daar zit niet de grote structurele toename. Het is wel degelijk in de lopende uitgaven dat er een toename van de uitgaven is. Dat heeft onder andere te maken, en niet in het minst, met de vergrijzingskosten. U moet dan denken aan de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg. Ook een aantal keuzes om bijvoorbeeld uitkeringen op te krikken, die hebben een duurzaam gevolg op de uitgaven. Als we kijken naar de ontvangsten aan de rechterzijde van deze grafiek, ja, die zijn eigenlijk de laatste jaren sinds 2013 stelselmatig gedaald in verhouding tot het BBP, onder meer door een aantal lastenverlagingen, die trouwens ook een gunstige invloed hebben gehad op bijvoorbeeld arbeidsparticipatie. Dus die trend naar de lagere overheidsontvangsten, die lijkt dit jaar wat onderbroken. We stellen vast dat de ontvangstenratio weer stijgt. Dat heeft aan de ene kant te maken met het toenemend gewicht van relatief zwaar belaste arbeidsinkomens. Er zijn nog wel een aantal andere toenames van bepaalde belastingen. Denk aan accijnzen, ook de repartitiebijdrage voor nucleaire energie, dat soort van dingen. En je ziet dus een toename terug van de ontvangsten. Maar hoe dan ook, zelfs met die toename van de ontvangsten stel je toch wel vast dat de ontvangstenratio toch minder sterk stijgt dan de uitgavenratio. En dat verklaart dus waarom dat begrotingssaldo structureel verslechtert. Op de volgende slide, en dit is geen shaming grafiek, maar toont men toch dat op basis van de ramingen zoals we dat nu met de collega's van de eurozone hebben gedaan, België in het peloton toch echt wel niet aan de goede kant zich bevindt met dat begrotingssaldo. Er zullen misschien in sommige landen nog wel achteraf enigszins te optimistische ramingen naar voren zijn geschoven. Dus ik sluit niet uit dat België
wat dichter bij de middenmoot komt of ingehaald wordt door sommige andere landen die vandaag iets te optimistisch zijn. Maar u ziet meteen dat we in het gezelschap van een land zoals Malta toch echt aan de minder goede kant zitten van de rij eurolanden. Ik ga daar niet te lang verder blijven stilstaan. Ik stel voor dat we naar de laatste slide gaan die cijfermatig ondersteund is. U gaat mij dat niet allemaal horen toelichten. Dit is eigenlijk een soort van round-up van wat we inschatten de groeicijfers van een aantal key indicatoren te zijn. Je fais remarquer qu'on a fait mettre un point d'interrogation. Ce n'est pas très très coutume à la Banque nationale, mais à côté des chiffres concernant l'inflation totale et l'inflation sous-jacente, vous avez quand même, avec l'exposé de Geert et de moi-même, vous avez bien compris que nous attendons de voir qu'il y a quand même un scénario plutôt optimiste qui consiste à dire qu'un certain nombre de tensions sur les prix va disparaître graduellement et que ça se fera dans le cadre d'un soft landing. Let's wait and see. C'est en tout cas le scénario de base qui a été utilisé pour ces projections pour la Belgique et pour l'ensemble des pays de l'eurozone. Vous constatez aussi qu'au niveau de la croissance, nous sommes quand même encore dans des chiffres plutôt favorables et j'attire encore une fois votre attention sur les chiffres concernant le marché de l'emploi où nous devons quand même constater que si crise il y a eu, elle n'a quand même pas touché de la même façon que dans le passé le taux d'emploi ou le taux de chômage dans notre pays. Ce qui continue à inquiéter, c'est bien sûr le solde budgétaire qui inévitablement nous posera un problème si jamais nous assisterons à encore un moment difficile au niveau des défis, soit international ou d'une autre nature. En het is duidelijk dat de overtuiging van de Nationale Bank is dat men om klaar te zijn om in te grijpen namens de overheid wanneer er nog eens opnieuw een belangrijke klap in onze richting komt, dat we absoluut overheidsfinanciën nodig hebben die in gezondere domeinen zich bevinden dan de min 5% die nu voor 2024 is geprojecteerd. We hebben nog twee slides om eigenlijk onze conclusies nog eens op een rij te zetten. En fait, je ne vais pas lire tout cela. Nous avons expliqué que nous n'attendons pas à une récession, un scénario de stagflation, une crise prolongée. Il faut quand même constater que l'inflation semble être plus tenace que ce qu'on avait annoncé au début de ce momentum avec les prix de l'énergie qui flambaient. Il est clair que la diminution de l'inflation telle qu'elle a été annoncée est quand même conditionnée par un certain nombre de conditions. Il faut à un moment donné que cette pression sur les coûts disparaît. Il faut que, bien sûr, aussi au niveau belge, que, par exemple, la loi sur la compétitivité, la loi de 1996, soit vraiment respectée pour permettre, en effet, de ne pas avoir un price-wage logique qui serait néfaste pour la poursuite de la diminution de l'inflation. Il faut bien sûr s'attendre à ce que la réaction monétaire de l'ECB soit adaptée. Je crois que la discussion et les décisions de jeudi passé donnent quand même bon signe à ce niveau-là. Et il faut bien sûr aussi croire que en termes de réaction dite non linéaire, qui est du jargon pour dire des événements inattendus, que ces événements ne se présentent pas. Il faut, laten we dan even naar de volgende slide gaan. We moeten eigenlijk een belangrijke discussie trachten maatschappelijk te beslechten. We hebben u uitgelegd dat een inflatie die aangestuurd is, essentieel door hogere energieprijzen in een eerste instantie, om dan door te sijpelen in de rest van de economie, om die inflatie te bedwingen, moet men erkennen dat het anders dan bij een vraagschok gaat over een collectieve verarming van een economisch stelsel. En bij een collectieve verarming past eigenlijk ook de maatschappelijke vraag: wie gaat die factuur
opvangen? Wie gaat de schok opvangen? Het is natuurlijk altijd een kwestie van de drie actoren die op de een of andere manier daarbij betrokken zijn. Het is duidelijk dat verlangen dat de gezinnen alles opvangen, dat is één scenario. In werkelijkheid, dat hebben we met eerdere analyses al getoond, zal een groot stuk van de verarming de facto opgevangen worden door het verminderen van de marges voor de bedrijven. Maar ook dat heeft natuurlijk zijn limieten. Als men niet wil dat zoiets weegt op jobkansen, op exportmogelijkheden, op competitiviteit en überhaupt op economische activiteit, dan moet men daar toch ook een bepaalde redelijkheid in acht nemen. Je kunt natuurlijk zeggen, er is een prachtige derde betaler, dat zijn de overheden. Maar ook daar moet men erkennen dat wanneer de last al te exclusief op de openbare financiën wordt gelegd, dat men daar op zeker ogenblik geconfronteerd wordt met negatieve gevolgen, al was het maar het niet langer voorbereid zijn van de overheid op een volgende crisis. En in elk geval, het heeft potentieel ook voor gevolg dat de gezinnen zich niet laten bedriegen en beseffen dat de schuld van vandaag uiteindelijk de belastingen van morgen riskeren te zijn, waardoor ze op zeker ogenblik zelf ook hun eigen consumptie naar beneden halen. Dit is dus de moeilijke driehoek die opgelost moet worden, maar waarvoor in elk geval het geen enkele zin heeft om zijn kop in het zand te steken. Reden waarom we denken dat de actualisaties van onze vooruitzichten op een geschikt moment komt om dat debat mee te helpen objectiveren. Voilà, Geert, ik heb daarmee denk ik de conclusie naar zijn einde gebracht en ik geef het woord terug aan u voor een eventuele Q&A. Ja, dank u wel, vice-gouverneur Steven van Akkeren en Geert Langenus. Merci, vice-gouverneur Steven van Akkeren et Geert Langenus. On a reçu pas mal de questions et pas de surprise là, il y a beaucoup de questions qui ont à voir avec l'inflation, évidemment. We gaan starten met een eerste vraag. Een vraag van een bekende economist, Edward Roosens. Zijn vraag is de volgende. De onderliggende inflatie die bedraagt in ons land nu al 4,4%. In de eurozone is dat 2,6%. Is dat niet verontrustend? De prijs-loonspiraal is die in België al begonnen. Graag een kort antwoord, want ik ga toch proberen nog 3-4 vragen te stellen. Geert, begin maar. Hè. Ja, goedemiddag Edward. Inderdaad, dus de onderliggende inflatie is veel hoger dan normaal. Is de loonprijsspiraal daarmee begonnen? En we hebben nu daarnet ook de onderliggende productcategorieën, dus zowel voor goederen als voor diensten getoond en de maandinflatiecijfers. Dus als ik naar de goederen kijk, dan zou ik zeggen zeker wel. Als ik naar de diensten kijk, dan denk ik misschien nog net niet. Wat je denk ik ziet in de Belgische cijfers, en ja, die 4,4 denk ik is het de NICP, terwijl we naar de HICP kijken, maar dan de analyse is denk ik gelijklopend. Wat je denk ik ziet, is dat die doorrekening misschien wel iets sneller gaat in België om twee redenen. Omdat de energieinflatie heel veel sneller in de uiteindelijke consumenteninflatie terechtkomt. Dus ook voor de ondernemingen, denk ik, is dat zo. En twee, natuurlijk de automatische indexering brengt dat veel sneller bij de ondernemingen. Dus het is ergens logisch dat de Belgische onderliggende inflatie wat sneller stijgt dan of wat eerder stijgt dan in de andere landen. Onze hoop is dat inderdaad geen explosief, of onze analyse minstens, is dat inderdaad geen explosief proces is en dat ook omkeert naarmate dat die externe bronnen van kostenstijgingen minstens gaan milderen. Maar ja, je hebt ons verschillende keren horen zeggen dat er heel wat onzekerheid rond die ramingen is en ik ga dat zeker niet ontkennen. Ja, nog een tweede vraag over de inflatie. Namelijk, ja, hoe verklaren we dat de reële lonen dalen, maar dat de koopkracht van de gezinnen stijgt, 2% versus 0,25%. Heeft dat misschien te maken met de zelfstandigen of met kapitaalinkomsten die nog altijd positief evolueren? Een vraag ook in dezelfde context. Wat is het effect van de loonindexeringen op de verhoogde inflatie? Dus in welke mate is de huidige inflatieritme is dat veroorzaakt door de
door de loonindexeringen? En nog een derde vraag, ook nog in verband met inflatie. Wat is de effect van de btw-verlaging voor gas en elektriciteit op de inflatie? Voor de eerste vraag heeft Geert het eigenlijk al gezegd. Dus de koopkracht tracht te meten wat de sector van de gezinnen inderdaad als koopkracht in de economie beschikbaar heeft. Dat betekent dat als er meer gezinnen aan de slag gaan, dan kun je meemaken dat zelfs al zouden de reële lonen niet noodzakelijk stijgen of zelfs dalen, dat doordat meer mensen zo'n loon krijgen, dat je toch nog altijd een versterkte koopkracht hebt. Je moet er ook nog aan toevoegen dat koopkracht met betrekking tot dat beschikbaar inkomen ook kan beïnvloed worden door tussenkomsten van de overheid, die uiteraard niet in de lonen zitten, maar die toch wel degelijk ook inkomens zijn. En dus je moet wat dat betreft toch rekening houden met het feit dat die koopkracht krijgt naar de som van alle inkomens. En inderdaad, bij wijze van spreken, een ontwikkeling van zelfstandigen die genieten van overbruggingsrechten en dergelijke, die komen allemaal in de koopkracht, maar die zullen niet noodzakelijk te zien zijn in de cijfers van de reële lonen. Misschien voor de tweede en de derde vraag kan Geert snel nog even, want ja, dus beide hypothesen die daar in die vragen onderliggend zitten, die kloppen inderdaad. Dus die indexeringsmechanismen die spelen door in de inflatie. Maar goed, ik laat Geert dat beter uitleggen. Ja, inderdaad, daar kunnen we denk ik kort over zijn. Dus dat klopt. Naarmate dat de lonen worden geïndexeerd, ja, dat stijgen natuurlijk de loonkosten voor de ondernemingen. En wordt misschien maar een tweede of derde ronde effecten verwacht, waardoor die een prijszetting weer gaat beïnvloeden enzovoort. Dus dat is inderdaad een beetje de definitie van een loonprijsspiraal, waarvan wij dus denken dat die eerder kortlopend zou zijn in België. De derde vraag, denk ik, kan ik misschien enkel feitelijk, zonder daar te veel waardeoordelen aan vast te knopen, op antwoorden. Dus het is zo dat, u verwijst heel specifiek naar de btw-verlaging, bijvoorbeeld op energie, op gas, bijvoorbeeld op verwarming en dat soort zaken. Technisch gesproken is dat eigenlijk vrij neutraal voor de koopkracht, omdat als de btw verlaagt, dan betekent dat de finale prijs voor de consumenten van bijvoorbeeld gas verlaagt, waardoor hun loon of hun uitkering of weet ik veel wat, minder zal geïndexeerd worden. Dus wat je aan de ene kant bijwint, verlies je een beetje aan de andere kant. Er zijn natuurlijk heterogene effecten tussen, dat ben ik misschien vergeten te accentueren in de presentatie, niet elk gezin is gelijk. Dus het is niet zo dat neutraal is voor elk individueel gezin, maar voor de sector van de gezinnen, voor alle gezinnen samen, komt dat eigenlijk meer op een soort vestzak, broekzak operatie. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on partage ces chiffres avec les syndicats? Et là, je peux confirmer moi-même, oui, on fait ça. Ils sont présents d'abord dans notre conseil de régence et la présentation est partagée et présentée dans le conseil de régence. Et évidemment, ils lisent la presse et dans les heures qui viennent, les conclusions de la banque vont être publiées dans la presse. Misschien een iets wat provocerende vraag naar de bank toe, maar ook naar het eurosysteem, de ECB toe. En ik weet wel, normaal is dit de bevoegdheid van de gouverneur, maar ik wil ze toch wel stellen aan de vicegouverneur. In welke mate is de huidige inflatie veroorzaakt door die monetaire politiek van de voorbije maanden, Steven van Akkeren? Ik denk dat men werkelijk zeggen kan dat de opstoot van de inflatie wel degelijk een start heeft gekend met evenementen die weliswaar die zeer reëel zijn, maar die niet in het monetaire beleidsveld gevallen zijn. Dus het gaat wel degelijk over een inflatie die zeker voor wat Europa betreft aangevuurd is geworden door de stijgende energieprijzen. En monetair beleid kan eigenlijk energieprijzen niet omhoog halen, ook niet omlaag, met andere woorden. Het is duidelijk dat we gedurende vele jaren vastgesteld hebben dat het accommoderend beleid een bepaalde druk probeerde te zetten op inflatie die als te laag werd bestempeld. En dat kritiek met betrekking tot de snelheid waarmee men aanpast, de snelheid waarmee men normaliseert, dat is denk ik authentieke en legitieme kritiek. Vandaar overstappen naar een logica van deze inflatie is
het gevolg van monetair beleid, dat is werkelijk een brug die niet een beetje te ver is, maar die flink te ver is. Ik geloof dat het geen geheim is en mocht Pierre Wunsch hier aanwezig zijn, dan zou hij ongetwijfeld zelf ook bevestigen dat binnen de groep van de Governing Council, waar hoe dan ook, we hebben nu deze architectuur bedacht voor de landen van de eurozone, dat wat hem betreft de normalisering, die zoals altijd afgesproken eerst ging beginnen met het stopzetten van het accommoderend beleid onder de vorm van netto aankopen, dat wat hem betreft eigenlijk al wat sneller had mogen afgerond worden, dat wat hem betreft er ook een voldoende case was om sneller al eerste stappen te zetten in de richting van de normalisatie. Maar dat is onvoldoende om een case te maken in de richting van het is allemaal veroorzaakt door een te soepel monetair beleid. Ik denk wel dat we hier wel degelijk moeten vaststellen dat datgene wat gebeurd is op het geopolitieke niveau een enorme impact heeft gehad op de Europese economie. Voeg daar nog aan toe dat het accommoderende beleid dan vanuit het budgettaire niveau, vanuit de overheden, zeker aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar toch ook gedeeltelijk in Europa, ook van aard is geweest om die inflatiedruk zeker niet te doen afnemen. Une dernière question. Il y a deux thèmes que la banque qu'on n'a pas abordé dans cette présentation, notamment l'immobilier. Quelqu'un se pose la question, est-ce que la BNB estime-t-elle qu'il y a toujours une surévaluation en Belgique et de quel pourcentage? Et deuxièmement, quel sera l'impact des faillissements, des faillites en Belgique dans les années à venir sur base des chiffres qu'on vient de partager aujourd'hui? Ja, misschien snel twee snelle opmerkingen voor. Français, si vous voulez, parce que c'est une question française. Ah, oui, je m'excuse. D'abord, je vais quand même demander à Geert de me compléter ou voire de me corriger. En ce qui concerne les prix de l'immobilier, il est vrai qu'avec les modèles que nous avançons, nous avons déjà régulièrement fait remarquer qu'il y a quand même un risque d'un surchauffement. Nous avons d'ailleurs aussi pris notre responsabilité au niveau plus prudentiel pour encourager les banques à être prudents, notamment pour, dans le secteur, par exemple, du buy to let, c'est-à-dire les gens qui veulent emprunter pour avoir un immobilier qu'ils veulent ensuite louer. Bon, c'est quand même des aspects de la chose qui sont de nature à au moins inciter à une certaine prudence. Donc, les modèles que nous utilisons pour objectiver cette réalité, il continue à nous dire qu'il y a quand même une certaine surévaluation. Il est vrai aussi qu'au niveau plus qualitatif, nous avons aussi la conviction qu'un certain nombre d'éléments plus structurels, qui ne sont pas toujours peut-être pris en compte par ces modèles, sont de nature aussi à expliquer que dans un pays très dense, comme la Belgique, avec un certain nombre d'évolutions sociologiques, il y a quand même un peu de marge pour des augmentations de prix de l'immobilier qui ne sont pas nécessairement tout à fait irrationnelles. Et donc, quand même insister sur le fait que la vision devrait être assez nuancée. Ce que les événements récents au niveau de l'inflation ont fait pour les prix du marché de l'immobilier, je ne sais pas, Geert, si toi tu peux rajouter un certain nombre d'éléments, mais je voulais quand même insister un peu sur cet équilibrage entre constater que oui, depuis plusieurs années, nous avertissons, mais à la limite, nous avertissons encore davantage sur l'identité de ceux qui souhaitent emprunter pour pouvoir acheter, et que sinon, il y a quand même encore un certain nombre d'éléments plus structurels à prendre en compte. Geert, misschien over de eerste vraag. Pas grand chose à ajouter, peut-être juste pour vous rappeler qu'il y a eu un webinaire sur le marché immobilier récemment et que vous pouvez toujours le voir sur YouTube. Tapez mon nom, le nom de Peter Reusen et Christophe Arlen si vous le trouverez. Non, juste pour confirmer ce que le vice-gouverneur vient de dire, donc nos modèles pointent vers une surévaluation, même si on n'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est court pour l'expliquer. De plus ou moins 20%. Est-ce que ça veut dire qu'avec les taux hypothécaires qui maintenant s'envolent un petit peu, est-ce qu'on s'attend à un hard landing, faire un crash immobilier? Non. Je pense qu'il y a
quelques éléments quand même qui nous confortent dans l'idée que le marché sera plus robuste, que donc la croissance positive des prix continuera, mais continuera à un rythme beaucoup plus modéré. Donc là aussi, je pense que le scénario de base, pour nous, c'est plutôt un soft landing qu'un crash immobilier. Et simplement pour les faillites, je ne sais pas si Steven veut intervenir là-dessus aussi. Si vous regardez les chiffres des faillites qu'on a, parce qu'on peut suivre ça semaine après semaine, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt un retour à la normale. On reste en fait en dessous des chiffres qu'on a connus en 2019. Donc, la hausse est de nouveau sans relativiser trop, mais la hausse qu'on voit en premier lieu, c'est un retour à la normale des faillites qu'on n'a pas vues en fait durant la crise du Covid et même immédiatement après la crise Covid. Donc, en soi, ce n'est pas encore un signe d'alarme très important. Évidemment, si ça continue à augmenter, ça sera différent. Mais c'est pris en compte effectivement dans nos projections. Et voilà, et au risque que vous allez penser, Geert et Steven, bah, get a room, hein, je ne peux que confirmer ce que Geert a dit. Donc, en termes de faillite, il faut reconnaître que l'approche de soutien qui a été utilisée par les autorités dans l'ensemble de l'Union européenne, mais notamment aussi en Belgique, a en fait mené à une diminution des nombres de faillites. Et toute idée sur creative destruction pendant une crise n'a certainement pas été réalisée pendant ces 2 années. Et donc, en quelque sorte, il y a lieu d'avoir un certain rattrapage qui est inévitable et qui a peut-être été postposé par les mesures de soutien. Ce que nous constatons par exemple aussi, c'est qu'au niveau du nombre d'indépendants qui ont arrêté leur activité, qu'il y a eu un ralentissement pendant les années de crise de Covid. Et donc, il est tout à fait non surprenant de constater que un peu moins de gens ont commencé une activité indépendante pendant la période de confinement. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est quand même aussi remarquable, c'est que le nombre de gens qui ont arrêté une activité indépendante s'est aussi ralenti pendant la période de crise. Et donc, tout ce stock, entre guillemets, de ce qui normalement devrait se présenter doit quand même glisser un peu dans le pipeline encore dans les années qui viennent. Voilà, et avec cette conclusion, on va terminer notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Dank u wel voor uw aandacht voor dit webinaire. Wie dit nog allemaal eens wil nalezen, die kan dat op de website van de Nationale Bank. We hebben daar het hele rapport met economische vooruitzichten en ook de PowerPoint-presentatie gezet. Die kan je dus terugvinden op de voorpagina van onze website. Dus daar kan u alles nog eens rustig bekijken en ook het economische artikel lezen. Donc ceux qui veulent encore revoir une fois, relire une fois l'article que la banque vient de publier sur les provisions économiques, vous pouvez faire ça sur notre site de la banque. On a téléchargé sur notre site un document et la présentation d'aujourd'hui. Bedankt en tot de volgende keer. Merci et à la prochaine.